Je hebt nog altijd je boek van spelling nodig op pagina 34 en 35. Oefening 1 bekijken we samen. We krijgen 15 samenstellingen en wij moeten bekijken of er een tussenstukje bij komt. En als er een tussenstukje bij komt, of het een is in het midden of een s in het midden. Concert en zaal zonder tussenstukje. Pauk en speler met een tussenstukje een, dus in het groen. Publiek en prijs met een tussenstukje is in het geel. Evenement en bureau met een tussenstukje een, dus in het groen. Kaart en verkoop met een tussenstukje een, dus in het groen. Belichting en apparatuur met een tussenstukje is, dus in het geel. Artiest en ingang met een tussenstukje een in het groen. Geluid en installatie, daar hebben we een is in het midden, dus geel. Bas en saxofoon wordt gewoon aan elkaar geschreven, dus een kruisje. Verrassing en optreden, daar komt er een S tussen, dus in het geel. En de laatste twee zijn twee kruisjes, want drum en solo wordt aan elkaar geschreven. En programma, boekje ook. Nu ga je alleen aan de slag. Je start met oefening 3. Je splitst de samenstellingen en je schrijft ze op. Komt er in de samenstelling een tussenstukje S of een tussenstukje UN erbij, dan kruis je dat aan. Bijvoorbeeld dorpsplein, split je op in dorp en plein en er komt een S ertussen. Dus je zet een kruisje. Bij oefening 4 maak je de samenstellingen van de woorden en schrijf je ze in de juiste kolom. Ofwel zonder tussenstukje, ofwel met een tussenstukje S, ofwel met een tussenstukje UN. Bij oefening 5 maak je de samenstellingen bij de afbeeldingen. De eerste letter staat er telkens al. Gebruik je uitlegkaart om de woordjes te vinden. Bij de volgende oefening moeten we de ontbrekende letters invullen. Dus bijvoorbeeld, de bestuurder rijdt achteruit. Is het achter en uit of achter en ruit? En kijk nauwkeurig door de achterruit van de auto. Is het achter en uit of achter en ruit? Bij de laatste oefening bedenk je samenstellingen waarin de laatste letter van het eerste deel gelijk is aan de eerste letter van het tweede deel. Bijvoorbeeld uit de te is gelijk aan de eerste letter van trekken. Bijvoorbeeld teen en nagel. Super! We bouwen een klein feestje omdat deze les erop zit.